De prijzen voor Eindhovense studentenkamers stijgen harder dan in de meeste andere studentensteden. Zo blijkt uit cijfers van Kamernet. Voor een kamer in Eindhoven moet gemiddeld 350 euro per maand worden neergeteld. Een stijging van 5% ten opzichte van 2017. Toch wordt er niet geklaagd. Zoals in dit studentenhuis aan de Nassaustraat. Ja, het valt zich al mee. We uh, betalen 280 euro in de maand. Uh, het wordt wel elke keer als je van kamer wisselt, het wordt wel elke keer uh, wel meer. Ze hebben maar, een soort prijsstijging, dus uh, hoe vaker de kamer wordt gewisseld, hoe, uh, hoe duurder het hier eigenlijk wordt. Uh, het is ook niet goedkoop, maar dat is op de kamers wonen denk ik ook gewoon niet. Ik betaal ongeveer 300 euro per maand voor de kamer en het gaswaterlicht. Ik vind dat ik er heel veel van terugkrijg. Uh, niet alleen de kamer, ook gewoon het huis zelf en veel leuke huisgenoten. De prijzen stijgen omdat de vraag naar studentenkamers het aanbod overstijgt. Toch is het prijskaartje zeker niet alles bepalend. Huisgenoten vind ik belangrijk. Uh, en dat je niet in je eentje woont in een huis, maar dat je met een collectief bent. En de ruimte is dan voor mij iets ondergeschikt eraan. Ik denk ook dat, je gewoon niet, uh, dat het niet fijn is bijvoorbeeld op acht vierkante meter te wonen. Dus uh, daarom vind ik het wel fijn als er een beetje ruime kamers zijn. Een kamer in Eindhoven blijft relatief betaalbaar. In steden als Amsterdam, Utrecht, Delft en Nijmegen moeten studenten meer euro's neertellen.